een vraag over. En dat onderzoek ziet ongetwijfeld op alle zaken die zijn opgeschreven. Mevrouw Werner had het over data. In dat onderzoek speelt ongetwijfeld ook de persverklaring een rol, waarvan meneer Van Nieuwkerk er twee heeft uitgegeven. Dat is nogal pikant. Als we nou kijken naar het onderzoek, dan probeert dus mevrouw Leeflang dat onderzoek eigenlijk te beïnvloeden. Door mee te werken, door een persverklaring te beïnvloeden. Ze is op dat moment dus een scheidsrechter die het verloop van de wedstrijd probeert te beïnvloeden. Ze is scheidsrechter als speler tegelijkertijd. Is dat niet hoogst ongelukkig? De staatssecretaris. Voorzitter, het lijkt me. Ik wil eigenlijk niet ingaan op insinuaties of wat er in de pers erover is geschreven. Er is een onderzoekscommissie. Er is een voorzitter nu van een onderzoekscommissie. En er wordt een onderzoek gesteld. Ik neem aan dat, dat daar allerlei ontwikkelingen rondom dit thema, rondom deze misstanden, meegenomen worden. Voorzitter, ik vind het toch onjuist dat de staatssecretaris, die gaat over media, een artikel in de Volkskrant wegzet als insinuaties. De Volkskrant heeft gewoon gestaan dat mevrouw Leeflang heeft meegewerkt aan dat hij naar die kleedkamer is gegaan van meneer Van Nieuwkerk om een andere persverklaring te doen uitgaan. Dus zij heeft dus dat onderzoek alvast een beetje proberen te sturen. Laat ik het de vraag anders stellen. De staatssecretaris zegt terecht, de NPO heeft een coördinerende taak, niets meer dan dat. Maar op grond van welk artikel uit de mediawet gaat de voorzitter van het bestuur van de NPO in hemelsnaam naar de kleedkamer van Matthijs van Nieuwkerk om zijn persverklaring bij te schaven? De staatssecretaris. Voorzitter, ik heb net gezegd, er is een onderzoekscommissie die zal breed kijken en ook kijken naar allerlei ontwikkelingen rondom. Ik ga hier geen uitspraken over doen. Het is in het nieuws geweest en er zijn verschillende ideeën over. Ik ga hier geen oordeel over vellen. Gelukkig hebben we een onafhankelijke onderzoekscommissie die hiernaar gaat kijken ook. Ja, we hebben ook een mediawet en het is onze kerntaak als Tweede Kamerleden om erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd. Want als wetten niet meer worden nageleefd, dan kunnen we dit gebouw kunnen we wel sluiten. En ik heb een hele simpele vraag. De staatssecretaris heeft helemaal gelijk. De NPO heeft een coördinerende taak, niet meer dan dat. Niet meer dan een coördinerende taak. En sinds wanneer is het de taak van de voorzitter van de NPO, van het bestuur van de NPO, om persverklaringen bij te schaven als die in de toekomst wellicht, bijvoorbeeld bij processen, een verkeerde uitwerking kunnen hebben. Dat een voormalige Zuidas-advocaat gaat meedenken, Matthijs zet dat er wel in en dat niet, want dat kan je misschien brokken opleveren. Dat is toch niet de taak van het bestuur van de NPO? De staatssecretaris. Voorzitter, ik waardeer de interpretaties van de heer Bosma, maar dat zijn echt interpretaties. Ik ga hier geen uitspraken over doen. Voorzitter, ik interpreteer niks. Ik ken gewoon de mediawet goed. En daar staat niets in dat, dat het bestuur van de NPO zo diep zich moet bemoeien met presentatoren en de manier waarop zij in de pers komen en wellicht een partij gaan vormen in processen of welke repercussies een persverklaring moet hebben. Het is toch heel vreemd, heel vreemd. Dat zal de staatssecretaris toch met me eens zijn. Dat de voorzitter van de NPO naar de kleedkamer gaat van Matthijs van Nieuwkerk samen met Frans Klein en daar een betere persverklaring gaat samenstellen zodat hij er beter uitspringt in de publiciteit. Dat is toch niet de taak van de top van de NPO? De staatssecretaris. Voorzitter, ik ken de omstandigheden niet, dus ik kan hier niet op ingaan. Daar heb ik daar zelf nog wel een vraag over. Komt dat wel terug? Wordt het wel onder...